Vlok, ons gesels oor die beperking van lamvrektes. Kan jy ons bietjie meer verduidelik hoe aanvullende voeding kan help om biesproduksie bijvoorbeeld te stimuleer? Ja, biesproduksie is baie belangrik. Ons dit begin ontwikkel reeds in laatdragtigheid. So aanvullende voeding tydens die laatste 4 en 6 weke voor lam baie belangrik. En dit stimuleer die eierontwikkeling en dan voldoende biesproduksie sodra die lam gebore is. Die lam moet soveel as bies inneem die eerste 24 uur na geboorte, want dit is ook dan nou die kindliggaampies wat teen sy ma bestand is en die siektes word dan nou via dit oorgedra na hom toe die eerste 24 uur. So wat is die belangrikste oorsake van lamvrektes? Gerrit, verhongering, blootstelling aan koue weersomstandighede, verwaarlosing, dis die drie belangrikste faktore en kan tot 86% van die totale lamvrektes veroorsaak. So ongedierte speel ook een rol, maar afhangende dit varieer in gebiede. Ja, hierdie 86% klink vir my nogal na een percentage wat boere kan voorkom. Wat kan hulle alles doen om hierdie lamvrektes te voorkom? Ja, goeie skuiling teen koue vir die ooie is een groot voordeel. Skeer jou ooie af 4 tot 6 weke voordat hulle lam, dan kry jou ooie ook koud as haar wol korter as 30 mm is en sy gaan soek skuiling teen die koue en beskerm die lam ook sodoende. Dan natuurlijk voortdurende toesig om probleme te identificeer en goeie aanvullende voeding tydens laktasie. Ja, so dit kom alles neer op goeie bestuur en goeie beplanning. Wat kan een boer doen in termen van lamhokke om hierdie vrektes te beperk? Ja, in jou lamhokstelsel is lamvrektes minder as 5%. En jou groot voordeel is vooral as jy lamhokstelsel vir jou tweelingoeie gebruik, omdat tweelingoeie se lamvrektes is selfs 2,5 maal hoër as die van enkelinge. En daarso het jy groot ekonomiese voordeel en terugbetaling van hierdie lamhokke.